Goedemorgen. Het is vandaag maandag 2 januari. Oh my god. Ik ben zo brak. Het is fucking laat. Het is al 12 uur. Want hoe heet het, ging net. Luchtalarm. Ik kan hier mijn spelletje niet meer spelen. Want het is hier zo freaking klein dat je maar één luchtalarm hoort en de rest niet meer hoort galmen. Super jammer, want het was mijn favorite time. Maar goed, ik heb vet raar gedroomd. Ik had gedroomd dat ik ging klussen met Doreen. Ergens in een winkel gingen we zoeken naar een boor of zo. En die boor, die kon je wel uittesten. Maar dan moest je een soort klepje open klappen om dat dingetje erin te doen die je dus nodig hebt om in de muur te boren. En ze klapten het open, maar we kregen het niet meer dicht en bla bla bla. Maar ondertussen was ik dus wakker aan het worden in real life. En toen dacht ik van, oh weet je, ik ga het wel even googlen hoe dat moet. Zeg maar, hoe we dat ding weer dicht moeten krijgen en hoe dat moet. Maar toen ging mijn wekker tegelijkertijd. En toen dacht ik van, ah fuck, maar nou moet ik eerst mijn wekker uitzetten terwijl ik eigenlijk wel wil googlen. Toen dacht ik, nou, dan zet ik eerst mijn wekker uit en dan ga ik het wel googlen. En toen zette ik dus mijn wekker uit en toen wou ik mijn telefoon pakken. En toen dacht ik, ik hoef helemaal niet te googlen, want het is een freaking droom. Ik dacht echt van, waarom de hel wil ik nu shit gaan googlen uit mijn droom, zeg maar. Ja, dat was echt super strange. En daarna heb ik nog veel verder gedroomd en zo, maar ik weet allemaal niet meer wat, want ik ben veel te gaar in mijn hoofd. Dus ja, ik ga mijn huis op orde brengen, gewoon van top tot teen. Eventjes stofzuigen schoonmaken. En ik ga eventjes de wc van beneden, ga ik de voegen verven. Want anders dan heb ik daar geen tijd meer voor de rest van de week. En ik moet erbij zijn, want ik moet die stomme voegen nat houden of zo. En dan moet ik het uiteindelijk afvegen met een spons na 2 uur. Dus ja, dus dat is een beetje de planning van vandaag. Gewoon mijn huishouden doen. Ik heb gisteren alles al geëdit. Ik hoef alleen nog wat thumbnails te maken. Dat ga ik ook vandaag doen. Dus ja, het is een beetje een get ready day. Maar dan niet with me, maar with my house. Oh ja, en ik moet boodschappen doen, want ik heb niks te vreten in huis. Hey. I'll see you guys later. We beginnen de dag super lekker, maar heel lekker ongezond. Met la pizza from yesterday. Want dat is nog over. En ik heb toch niks in huis. Dus this is gonna be it. Hallo! Jullie vragen je af waarom de wc? Ik ga de tegels, de voegen verven. Want ik vind dit echt super lelijk. En de zijkanten zijn heel mooi en cleanish en zo. En dan zie je de grond en dan maakt het meteen anders. Ik weet niet. Grijze voegen, why? Dus ik ga deze voegen wit maken met de HG Grout Color. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het in ieder geval schoongemaakt met schoonmaakazijn. Fucking donker hier. Dus ja, yeah. Wish me luck. Alle voegen zijn ingesmeerd. Ik heb het nog best netjes gedaan, al zeg ik het zelf. Maar nu moet het eventjes drogen. Ik laat het 2 uur drogen. Ik moet het hier en daar volgens mij een beetje vochtig maken. Wow, mijn hand is echt knalrood. Maar ja, dit ga ik nu op laten drogen en dan ga ik verder met de afwas. Hallo, daar ben ik met mijn brakke hoofd. Ik ga even wat lunchen. Het gaat niet heel erg bijzonder zijn. Bijzonder. Maar ik ga crackers eten met zongedroogde tomatenhummus. En het laatste beetje kipcurry voordat het over datum gaat. Ik heb het fucking koud. Ik heb echt heel kippenvel. Dus het is hoog tijd om zo echt even de afwas te gaan doen. Ik was weer afgeleid, want ik moest wat dingen doen op de laptop voor mijn vlogs.
En ja, als ik helemaal op de computer zit, dan ga ik weer helemaal kijken van, oh, ik heb eigenlijk wel een nieuwe iPhone nodig, want het stomme kutknopje, dat werkt niet meer. En ik heb maar vier knopjes erop zitten, dus. En de belangrijkste reageert heel traag, dus ik ben eventjes aan het kijken hoe of wat. En ik heb even een abonnement opgezegd voor mijn oude iPhone, want fuck it, ik ga deze toch nooit meer gebruiken dan als ik toch een nieuwe ga halen. En ja, voor mij is deze sowieso veel te weinig MB. Of veel te weinig geheugen zit erop. Want om de haverklap, als ik ook maar één foto extra heb gemaakt, kan ik niet meer filmen en zo. Dat is echt super irritant. Dus het was sowieso hoog tijd voor een nieuwe. Maar ja. Ik ga even eten. Nou, dit is het geworden. Je ziet wel dat er echt wel wat stukjes missen, zeg maar. Want er stond wel op dat je met een natte spons weg moest vegen wat er op de tegels zat. Maar je veegt ook gewoon het voegenspulsel weg. Spulsel? Anyways, het is wel gelukt op zich, maar ik ben niet helemaal tevreden. Maar het ziet er in ieder geval een stuk cleaner uit dan daarvoor. Want het was daarvoor natuurlijk helemaal donker. Hierachter zit één plekje die heeft helemaal niet gepakt. Dat zie je wel. Dus die moet ik wel echt eventjes opnieuw doen. Ik denk dat ik gewoon alles opnieuw ga doen. Maar dat doe ik lekker wanneer ik er zin in heb. Want dit was echt een heleboel werk. Ik heb gewoon elk stukje, elke voeg. Nou ja, elke stuk van de voeg heb ik aangeraakt met een kwastje. En ik ben ook langs elke voeg gegaan om dat verf weer weg te krassen. Omdat het natuurlijk opgedroogd was op de tegels. En bij sommige stukjes ging het er wel af. Maar dan veegt hij dus ook alles van de voegen af. Heel erg hinderlijk. Dus dat doe ik alweer wanneer ik er weer zin in heb. Maar voor nu ziet het er in ieder geval een stukje frisser uit. En dat vind ik wel heel fijn. En nu ga ik eten maken. Ik ga vanavond vissticks met broccoli eten. Lekker makkelijk. Ik heb heel donker voedsel. En ik ga een nieuwe serie kijken. Mammon. It's Norwegian. Hola. Ik heb de nieuwe serie gekeken. Het is al veel later. Het is nu 11:53. En het is 3 januari. Oh, 3-3. Anyways. Oh, mijn lichaam doet zo'n pijn. Want ik zit al de hele tijd op mijn reet hier, oh. En ik heb natuurlijk ook de hele tijd vet onhandig op mijn knieën gezeten in het toilet. Helemaal niet chill. Maar goed, niet in het toilet. Dat zou echt kut zitten. Maar goed. Ja, de nieuwe serie wat ik heb gekeken, Mammon. Het is dus een Noorse of Noorwegse. Ik weet niet hoe je dat noemt. Het komt in ieder geval uit Noorwegen. En het is best wel een interessante serie. Maar ik weet nog niet, ik zit er nog niet helemaal in. Het einde was wel heel spannend en zo. Maar het is natuurlijk ja, de eerste aflevering. Dus ik ga sowieso nog een aflevering wel kijken. Maar ik hou wel van die Scandinavische shizzle. Want ze doen daar echt veel bijzondere dingen of zo. Maar goed, ik heb nu nog meer zitten editen. En ik heb al mijn thumbnails zitten maken. Ik heb alles geschreven. Poeh, ik ben helemaal gaar. Ik ga eventjes wat te drinken pakken. Want ik heb vet dorst. En ik heb de hele tijd heel erg trek. Dus ik denk dat ik ook nog eventjes iets ga snacken of zo. En dat ik dan ga douchen en naar mijn bed ga. Want I smell an hour in the wind. Yes, vind ik zelf. Het zal vast wel meevallen, maar ik ben niet gewend om een dag niet te douchen, zeg maar. Dus ja, en ik heb natuurlijk best wel veel gedaan vandaag in huis. Ah, pet the hand, pet the hand. Ik had jeuk. Ik denk dat ik jullie gewoon zo meteen spreek als ik in mijn bed lig. Ik heb wat dingetjes veranderd, ook in mijn slaapkamer. Of in ieder geval wat dingetjes. Ik heb die lampjes opgehangen boven. Die roosjes die ik ook in mijn oude slaapkamer had. Dus het zal nu iets minder duister zijn. Yes, Harry Potter. Mijn snack is een heerlijke appeltaart die mijn moeder heeft gebakken en een oliebol. Maar deze appeltaart is zeg maar een beetje meer broodachtig en het is echt damn delicious. Ik heb het even 5 minuutjes in de oven gedaan op 150 graden of zo. Dus hij is lekker warm, maar niet super heet. Dus ik ga meteen lekker aanvallen. En ik heb een kopje met chai tea. Moeilijk hier op praten. Weet je wat ik echt haat? Als ik mijn handen ga wassen, als ik zeg maar overgevoelig ben voor geluid, dan gaat hij zeg maar zo druppelend
lekken. Hoe moet je dat uitleggen? Zeg maar, je zet hem aan. En dan doet hij dit. En dan wil ik aan mijn kraan draaien. En dan gaat hij niet harder. Ook al zet ik hem een stukje verder. Dan gaat hij steeds niet harder en niet harder. En dan op een gegeven moment komt het geluid zo hard aan. Dat ik echt gewoon kwaad word op mijn kraan. Kent iemand dat? Want ik ken het. En het annoys the fuck out of me. Ik lig nog steeds niet in bed. Het is al 3:10. Het is lang geleden dat ik zo laat in mijn eentje op ben gebleven, zeg maar. Maar, ik ging kijken op mijn rekening. En ik heb wel 5 euro gekregen van de staatsloterij. Woep woep. Want we dachten natuurlijk dat we 10 euro hadden gewonnen. Maar we hadden gekeken bij hele loten en niet bij halve loten. Dus het is geen 10 euro, maar 5 euro. En het is automatisch teruggestort, want ik had het online gekocht. Dus super handy. Dat is eigenlijk alles wat ik wou zeggen, want ik ga nu richting mijn bed. Ik ga even de was ophangen en even douchen nog. En dan ga ik slapen. Dus zal ik de vlog hier afsluiten? Ik weet het niet. Nou, ik ga toch maar de vlog hier afsluiten, want ik probeer 1000 keer mijn telefoon en de laptop te hangen. Maar hij werkt niet. Dus ik ga jullie een hele fijne avond wensen en een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker!